Je vergeet 5-0 winst vandaag op Dovo. Is dit je mooiste wedstrijd tot nu toe? Ja, ik denk het wel. Ja, natuurlijk door de wind en het, misschien het veld niet. Maar qua wedstrijd, ja, was een belangrijke wedstrijd. Dovo wil natuurlijk voor die derde periode gaan. En als je dan ja, zo eigenlijk afmaakt 5-0, ja, is wel een mooie middag. Je stond vandaag de hele wedstrijd op het middenveld. Hoe is dat bevallen? Ja, voor mezelf wel oké eigenlijk. Ik had er wel 2 moeten maken eigenlijk. Maar ja, man of the match mogen we niet klagen toch? Is dit een positie waar je ook langer zou willen blijven staan? Of voel je lekkerder in de verdediging? Ja, allebei wel eigenlijk hoor. Dat is ook wat de coaches willen. Natuurlijk, dit team speelde met 2 spitsen. Dan is het voor mij wat moeilijker om aan de bal te komen. En ik ja, heb graag de bal. En zodoende was de keuze op het middenveld. En ik weet niet wat de trainer nu gaat doen. Volgende week is Bater natuurlijk niet. Die gaat naar Aruba. Dus ik denk wel dat hij me laat staan, denk ik. Nou ja, zeker na de wedstrijd van vandaag denk ik inderdaad. Ja, je wint hem met 5-0, vorige week verlies je. Dan denkt iedereen weer van nou het is over. Wat is er nu alsnog nog mogelijk? Want de concurrentie verspeelt punten. Ja, ik had gezien ook dat Noordwijk weer verliest. En Hoek verliest en DVS gelijk. Ja, ja, het wordt weer spannend eigenlijk. Ja, het is gewoon weer terug bij af. Dan is het eigenlijk alleen maar zonde dat je uit daar verliest. Wat eigenlijk niet had gehoeven. Maar ja, het staat weer op 5 punten. Ze moeten nog hier naartoe, ze moeten nog naar Hoek uit. Dus ik denk dat ja, alles is nog open. Precies, het ligt helemaal open. Dankjewel. Alsjeblieft.